Yes, yes, dames en heren. Het is weer tijd voor een nieuwe update video. Allereerst druk natuurlijk eventjes op het duimpje omhoog. Gisteren hebben we volgens mij weer, nou, ik weet niet precies hoeveel, maar heel erg veel duimpjes omhoog kunnen halen. Ik hoop dat we dat vandaag weer kunnen doen. Abonneer natuurlijk op ons kanaal om helemaal niks te missen over Fortnite. Voornamelijk deze week is dat denk ik belangrijk om te abonneren met dat belletje aan ook. Omdat we heel veel gaan livestreamen, er heel veel events zijn en ik denk dat je dat niet wil missen. Dus ja, dat kun je zeker weten doen. En wat je ook kan doen is natuurlijk ons supporten in de itemshop met de supporter creator code te veel gevraagd. Het is vandaag 24 april. Laten we als eerste eventjes een kijkje gaan nemen naar de itemshop. Dit is de itemshop, mensen. We zien het in de featured. De Supersonic, de Sploat, een nieuwe skin die heel erg vet is. De Surefire, de Sharpnel, de Dogfight, de Stealth Black en in de Daily, de Llama Bell, de Stringloader, de Disruptor, Recon Specialist, Spellslinger en de Nightlight. Vandaag een best wel vette itemshop. Komt voornamelijk denk ik door de Sploat en de Supersonic. En ook wel de emoties zijn eigenlijk ook wel vet. Vandaag gewoon een toffe itemshop. Zie je hier iets tussen waarvan je denkt van, hey, dat vind ik tof. Kun je dat natuurlijk aanschaffen met de supporter creator code te veel gevraagd. Wordt heel erg gewaardeerd. Echt dikke shoutout naar iedereen die de code gebruikt. Zo ook een dikke shoutout naar Niels. Hij zegt, en te veel gevraagd, een beloning voor jullie harde werk. En hey, dat soort berichtjes vind ik altijd leuk om te lezen. Heel erg bedankt Niels. Dikke vette shoutout naar jou. Jij hebt gewoon 1000 V-Bucks gewonnen. There you go. Goed jongens, laten we snel overgaan naar het eerste topic. Ik heb best wel wat interessante topics namelijk. Niet al te veel, maar eigenlijk hetzelfde zoals gisteren. Gewoon weer best wel grote dingetjes. Dus laten we snel naar het eerste topic gaan. En het eerste topic gaat over, ja, iets best wel aparts. Iets waar we niet heel vaak iets over horen. Namelijk de werknemers van Epic Games. Ze werken natuurlijk al 1,5 jaar heel erg hard. Tenminste, dat is wat we denken. Maar is dat ook zo? Nou, ik kan je nu alvast spoilen. Dat is zeker. Zeker weten zo. Namelijk, er zijn een aantal werknemers die bij Epic Games dus werken, zijn geïnterviewd over hun werksituatie, of het hard werk is en wat ze precies doen, et cetera, et cetera. En ze hadden een heel erg interessant antwoord. En ook best wel, ik weet niet, misschien wel chockerend tussen haakjes. Wat ze namelijk zeggen is het volgende. Hier zie je het in het Engels daar, maar wat hij ongeveer hier zegt, is dat hij ongeveer elke week 70 uur werkt. Dat is gemiddeld. En dat kan zelfs tot de 100 uur oplopen. Zoveel is dat. En hij weet dat er zo'n ongeveer 50 tot 100 andere werknemers die dat ook doen. Zoveel uren draaien. En waarom is dat zo? Nou, dat komt deels omdat ze heel erg veel te doen hebben. Maar dat komt ook deels omdat ze niet die persoon willen zijn die hun taken opgeeft. Want het is blijkbaar meerdere keren gebeurd dat iemand zei van, oké, ik heb er eventjes genoeg mee, ik ga eventjes weekend houden. Dat bijvoorbeeld een update moet worden uitgesteld. Niemand wil de persoon zijn, zeg maar, binnen Epic Games, waardoor dat gebeurt. Dus iedereen blijft gewoon hard werken, hard werken, hard werken. Er zijn zelfs mensen ontslagen die gewoon iets minder uren wouden draaien. Dus iets minder uren, dat kan dan niet bij Epic Games. De werkdruk ligt dus echt extreem hoog. Een reden waarom mensen natuurlijk ook blijven is omdat ze mega veel worden betaald. Echt waar, Epic Games die zorgt er wel voor dat ze heel erg veel worden betaald. Dus aan de ene kant, is het worth it dan? Ja, voor sommigen blijkbaar wel en voor sommigen denk ik ook weer niet, omdat die meer vrijheid willen. Want vrijheid, dat heb je dan absoluut niet, want je bent elke dag bezig voor Epic Games. Maar ik dacht wel een interessant kijkje in het leven van een Epic Games medewerker. Ik heb dit namelijk nog niet eerder gelezen en ik wist niet dat de werkdruk zo hoog lag. Echt niet normaal meer. Dikke shout-out naar iedereen die bij Epic Games werkt en het volhoudt. Holy damn. Laten we snel overgaan naar het volgende topic. En dit, dames en heren, gaat over de samenwerking Fortnite X Avengers. Eergisteren hebben we natuurlijk de eerste teaser gekregen. Dat was dit plaatje. Gisteren hebben we dit plaatje gekregen. Hoe damn, dit is de Thor Hammer. Dit is echt natuurlijk heel erg bruut. Daarnaast hebben ze ook weer als tekstje erbij gezegd, whatever it takes, 4/25/19. Dus eigenlijk hetzelfde als we eergisteren zagen. Komt er simpelweg op neer. Morgen, de 25e, gaat er wat gebeuren met deze samenwerking. En wat dat precies gaat betekenen,
kunnen? Nou, daar wil ik het eigenlijk vanmiddag over gaan hebben in een aparte video. Namelijk vanmiddag krijgen we de laatste teaser, de derde teaser om precies te zijn. En ik denk dat we daar meer informatie over gaan krijgen, zeg maar, over deze samenwerking. Grote kans trouwens dat het Iron Man gaat worden, want jullie zien het op dit plaatje, getweet door Happy Power, dat dit zeg maar een heel erg belangrijk plaatje is geweest van Avengers Endgame. De middelste, die zagen we eergisteren. De linker, dus de Thorhammer, die zagen we gisteren. En dan nu krijgen we, als het goed is, Iron Man als teaser. Ik ben heel erg benieuwd. In ieder geval, vandaag kunnen jullie dus een video verwachten over wat we kunnen verwachten morgen met deze samenwerking. Dus over challenges, over een LTM misschien wel, over gratis items. Ik wil het daarover gaan hebben. Ik heb wel een, ik denk dat ik wel een duidelijk beeld heb wat er gaat gebeuren. Dus dat wil ik straks met jullie gaan delen in die aparte video. Maar goed, eerst eventjes wachten dus op die laatste teaser om alle informatie te hebben die ik nodig heb. Laten we snel overgaan naar het volgende topic. En dit gaat weer over de runes, mensen. Al enkele dagen zijn natuurlijk de runes flink actief. Het lijkt erop dat elke avond om 6 uur er iets groots gebeurt. Zo ook gisteren, namelijk gisteren, toen is er weer wat gebeurd. We zagen namelijk 3 stralen, natuurlijk eentje bij de vulkaan, eentje bij Pleasant Park, eentje vlakbij Polar Peak. En die stralen, wat we al dachten, die moesten tegelijkertijd op de room boven Loot Lake terechtkomen. En dat was gisteravond gebeurd, of gistermiddag, gisteravond, gistermiddag. Nou, het komt er simpelweg op neer. Wat er precies is gebeurd is, de rune is toen naar beneden gegaan en is gezakt in, ja, zeg maar op zijn plek waar die hoort. En nu is de tweede rune geactiveerd. En wat gebeurde er toen? Nou, de vulkaan werd nog actiever. Dus op dit moment, als je naar de vulkaan gaat kijken, dan zie je nog meer rook, zie je nog meer vuur er vanaf komen. Dus we kunnen vrijwel zeker zeggen dat de vulkaan gaat exploderen. Dat is wel wat ik denk in ieder geval. Trouwens, ik wil er nog wel eventjes aan toevoegen. Het rune event van gisteren, dat hij naar beneden ging en zo, was helemaal glitchy. Het gebeurde volgens mij 2 of 3 keer. Het was helemaal niet de bedoeling. Volgens mij hoorde er dan ook een nieuwe rune, zeg maar, geactiveerd te worden. Zo'n oranje dingetje bedoel ik dan. En het is allemaal niet gebeurd. Het was allemaal een beetje glitchy. Maar wat ik wel verwacht, is dat we vandaag nog zo'n soort van event gaan krijgen. En dan moet je denken aan een community event. Dus ik ben heel erg benieuwd wat dat gaat worden. Wij zijn vandaag waarschijnlijk rond 5 uur, 6 uur live. Want om 6 uur gaat dat waarschijnlijk plaatsvinden. Ik ben heel erg benieuwd of er vandaag weer wat gaat gebeuren. Stel, er gebeurt vandaag niets, dan gaan we morgen weer live en anders overmorgen. We willen het sowieso niet missen, dus we gaan lekker vaak live deze dagen. Lijkt jullie denk ik ook wel leuk, lijkt ons leuk. Dus ja, 1 plus 1 is 2. Whoop-de-doo. Goed jongens, laten we doorgaan naar het volgende topic. En dit is ook gelijk het laatste topic. Het gaat er namelijk over dat Epic Games heeft geconfirmed dat 1 versus 1 duel modus eraan gaat komen. Jullie zien het hier, namelijk een Epic Games medewerker heeft dat gezegd. Yes, we are planning to add duel mode support for 1v1. Winner stays on. Dus dit betekent dat het constant 1 versus 1 is en degene die wint, die blijft staan en moet tegen de volgende speler. Zo kun je een leuk toernooitje houden wie de beste speler is. Want ja, ik denk dat je op die manier het beste kan bekijken wie daadwerkelijk het beste in 1v1 is. Tuurlijk, er komt een klein beetje geluk bij kijken, maar als je dit vaak genoeg doet, ten eerste, je wordt zelf beter, want ja, je gaat natuurlijk oefenen om diegene te verslaan. En ten tweede, het wordt dan wel redelijk duidelijk wie de beste is. En ik denk dat iedereen in de community door deze game ook beter gaat worden. Want ja, 1 versus 1, dat is dé manier om beter te worden, want dat is ook de situatie die het vaakst tegenkomt als je Fortnite speelt, een 1 versus 1. Tof dat dit eraan gaat komen. Wanneer dit eraan gaat komen, geen idee. Dat zou heel erg goed kunnen dat er pas in de season 9 eraan gaat komen of season 10. Maar dat ze eraan werken of dat ze het in gedachten hebben, dat is een feit. En dat is al een heel goed nieuwtje, denk ik. Mensen, dit was het einde van de video. Ik hoop dat jullie hebben genoten van de, ja, wat minder hoeveelheid qua topics, maar best wel interessante topics, denk ik. Ik hoop dat jullie het dus tof vonden. Laat dan eventjes een blauw duimpje omhoog achter. We gaan dus voor die heel erg veel likes. Hopelijk kunnen we dat hitten. Abonneer natuurlijk op ons kanaal om niks te missen over Fortnite. Je kunt ons natuurlijk supporten in de itemshop met de code teveelgevraagd. En dan zou ik zeggen, geniet nog uitjes van de gameplay hier in beeld. En tot de volgende video. Peace out.